kijken, want allee, we zijn wel geïnteresseerd in kunst en zo. Dus, en we willen misschien volgend jaar wel meedoen. En al veel mooie dingen gezien? Ja, zeker. Vooral bij Beeldend, want we zijn naar Beeldend gaan kijken en hier de fotografie hebben we ook al gezien. Dus we zien jullie volgend jaar terug op Kunstwende. Ja, zeker. Oké, veel succes. Subiet is het mode, dus ik ben wel benieuwd wat dat het dit jaar zal zijn. En je doet niet mee dit jaar? Nee, ik mag niet meer meedoen. Ik ben te oud. Dus... Maar anders zou je wel meedoen, zeker? Ja, dan zou ik wel meedoen, natuurlijk. Ja. Ik ben al redelijk vertrouwd ondertussen met Kunstbende. Ik heb het al een aantal jaren gepresenteerd, verschillende voorrondes, finale. En ik ben ook al jury geweest bij de categorie muziek. En dat is altijd heel fijn, want dat zijn jonge, getalenteerde mensen. En elke keer, al is het maar één iemand, ontdek ik toch telkens weer elke editie. Heb jij nogal meegedaan aan Kunstbende? Nee, het is de eerste keer. Dus ja. Dus je bent een beetje zenuwachtig. Best wel, ja, eigenlijk. Maar nu dat het zo achter de rug is en de jury is geweest, ben ik wat rustiger. Dus. Oké, en het is nu de eerste editie en wil jij misschien in 3 woorden vertellen hoe de sfeer hier is? Heel kunstzinnig, spannend en ook gewoon superleuk en een toffe sfeer. We hebben jou juist allemaal gevaarlijke dingen zien doen. Is dat echt zo gevaarlijk als dat eruit ziet? Nee, alles is redelijk veilig. Alles is van voorhand bedacht. Dus je weet wat je moet doen en hangt eigenlijk altijd wel vast. Ja. En hoe lang doe jij dat al? Ik ben nu aan mijn 3e jaar doek bezig. Ja. Dat is nog niet zo lang, dus technisch sta ik nog niet zo ver. Maar ik vond het toch genoeg om een nummer te tonen. Okay. En het is de eerste keer dat je meedoet? Ja, het is de eerste keer dat ik meedoe met de Kunstbende. Ja. En viel het al mee tot nu toe? Tot nu toe zeker wel, ja. Ja, ik heb hier ondertussen een jurylid te pakken gekregen. Hallo, wie ben jij? Ik ben Jonathan van I Will, I Swear. Ja. En jij jureert voor? Voor categorie muziek. Ja. En categorie muziek, die zijn juist geweest. Wat vindt u ervan? Er zaten wel redelijk veel goede dingen tussen. Het waren maar 5 bands, maar we hebben het redelijk moeilijk gehad om er 3 winnaars uit te kiezen, zeg maar. Ja. Het is wel gelukt, maar het is moeilijk geweest. Ja, en er zijn dus al 3 winnaars. Ja, die zijn er al, maar ik mag nog niet zeggen wie dat is. Hè. Nee, ook geen kleine tip? Ach, nee, sorry. Okay.